Nederland is overigens ook een land waar traditioneel vooral de overheid investeert in natuur. En we komen uit een tijd dat er eigenlijk heel veel natuur was. En mensen dachten, nou zo is het wel goed, hè? En hadden we het vooral over nieuwe locaties voor woningbouw. Maar we realiseren ons dat er meer natuur nodig is. En dat betekent dat natuur moet concurreren met bedrijfshallen, met woningbouwlocaties. En dat is een strijd waar de natuur een handje bij geholpen moet worden. Ik denk niet alleen van de overheid, maar ook van particulieren en ook vanuit bedrijfsleven. Je ziet de immense opgaven die we hebben, niet alleen in ons centrum van de stad, maar ook daarbuiten. Om klimaatverandering een plek te geven, enerzijds een halt toe te roepen, maar ook om te verzorgen hoe gaan we die verdroging, die extreme hitte, die extreme wateroverlast ook daadwerkelijk oppakken. Daar hebben wij de natuur ook echt bij nodig. En ook dus de bedrijven qua investeringen. En ik noem dat zelf, dat moet niet zijn op basis van een soort cafetaria-model. Een leuk project hier, een leuk project daar. Nee, willen we echt die kwaliteitsslag maken in onze natuur, dat betekent dat we structureel daarmee aan de slag moeten. En dat betekent niet 5000 boompjes hier of 5000 boompjes daar. Nee, ook de structurele kosten van natuur, ja, daar moeten we met elkaar een model op vinden waar we gezamenlijk aan de lat staan.